Ja, liefhebbers van de BNB Vol Liefde, laten we snel beginnen. En dan begin ik bij, weet je wel, want ja, die zit gewoon in één grote cartoon eigenlijk, zijn leven. Want vergis je niet, hij heeft dus een abonnement ongeveer op Donald Duck. Ja, die leest hij. En dan heeft hij in zijn huis, heeft hij die vriendin, Kuifje, ja... Dus twee. En hij schuurt op zijn motor door het leven. Als Bugs Bunny. Goed. Dus dat is één groot cartoon. Inderdaad. Schakelen wij snel door naar Bril op Hoofd. Daar in Portugal. Ja, want Bril op Hoofd, die Martijn. Die ging ineens. Die yoga mevrouw, die Simone. Dus die stuurde yoga weg. Maar ja, yoga die zit daar al de hele tijd. En yoga vindt hem heel leuk. En yoga is ook wel oké. En wat doet hij? Hij stuurt haar dus weg. En daarna hebben we alleen maar ongeveer een kwartier naar een tranendal zitten kijken. Vrienden. Ja, jullie. Ja, wij met z'n allen. En dat ging maar door. Nou ja, zeg. En dus wij weten gewoon. Ja, dat als hij haar ziet, ziet hij haar en zij weer hem. Hij heeft gewoon de verkeerde weg gestuurd. Bril op Hoofd. Ja, volkomen duidelijk. Komen wij, vrienden, bij de onheilspellende leegte bij Naveltruitje. En Naveltruitje, ja, nou ja, daar gebeurt gewoon helemaal niks. En die zit dus daar met die Dave of zo, die fitness, die noem ik even fitness dan. En fitness, en zij, dat weet ik veel, dat is alleen maar een uitwisseling van geluiden. Ik heb ook geen idee. En dan, wat gebeurt er dan? Dan hebben ze een zoentje gegeven. Nou, werkelijk. En een spanning daar, zeg ineens. En een paniek. Nou, het haalt niet eens het niveau van het schoolpleintje. Vrienden van vroeger. Het was zo verschrikkelijk truttig. Zo kinderachtig allemaal. Een zoentje gegeven. En dat houden we helemaal voor ons. En nou ja, hey vrienden. Daar gaan we ons niet meer mee bezighouden hoor. Met Naveltruitje. Dus schakelen wij gauw door naar Madeira. En wie hebben we daar dan? Daar hebben we Ted, die wij noemen Redke Ted. En Redke Ted, die stuurt al die mannen weg. Want die zijn dan zogenaamd niet van haar niveau. En dan krijgt ze dus ene Tjerk. Ja, zo'n koorbal. Die noemen we dan maar eventjes kakkieneus. Voor het geval dat we niet weten over wie we het hebben. En die kakkieneus, die krijgt dan concurrentie van ene Ben. En Ben, die dacht dat hij leuk was om door een pet op te zetten. En die ziet er dus uit als Bassie van Adriaan. Goed, dus we hebben dus kakkieneus. En we hebben dus daar onze Bassie. En we hebben Redke Ted. Goed, hebben we het ongeveer in beeld allemaal? Nou, en kakkieneus, die kijkt neer op, zeg maar, op Bassie. Ja, ja, en niet zo zuinig ook. Want die heeft het over OSM. Ik denk, god, die zit in een van een raar clubje of zo. Nee, OSM betekent ons soort mensen. Nou, als ik nou, en ons soort mensen betekent dus dat je dan keelklanken maakt. Dat je bij een beetje, onverstaanbaar wordt. En daar heeft Redke Ted ook last van, dat je veel Engelse uitdrukkingen gebruikt. Weet je wel? Om te laten weten van, kijk eens, ik ben ontzettend bereisd. Weet je wel? En belezen. En ik ben heel erg intellectueel. Dat we wel snappen met z'n allen. Nou, en dat, vrienden, dat weten jullie van mij misschien. Dat kan ik gewoon niet verdragen. Dat dédain. Dat neerkijken op. En daar heeft, zeg maar, kakkieneus enorm veel last van. Want die kijkt zo verschrikkelijk neer op die Bassie. En daar heeft die Redke Ted ook een beetje last van. Want Bassie spreekt geen Frans. En dan vindt Redke Ted Bassie bijna ongeschikt. Omdat hij geen Frans spreekt. Ik spreek ook geen Frans.
Retteketet. Goeie god. En trouwens, die Retteketet. Nog wat. Daar denk je van, oh, die is zo leuk. En oh, wat leuk. Maar die is niet zo leuk als het lijkt. Vrienden, geloof mij nou maar. Ja, ik ga niet zeggen dat het een heks is. Maar zij stapt af en toe wel op een bezempje. Ja, die Retteketet. Nou, in ieder geval, dat speelt zich allemaal daar af in Madeira. En hoe dat afloopt, dat interesseert me ook geen ene malle moer eigenlijk. Want mijn belangstelling gaat eigenlijk alleen nog uit naar Jodelaïti 2. Ja, ik bedoel, wanneer komt hij weer in beeld? En Arrivederci. Hoe gaat het daarmee verder? Ja, met zijn nieuwe mevrouw van de pedicure met nageltje. Daar kijken wij naar uit, vrienden. Ja, 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 ja.